Stijnmar Polman werkt in de koekfabriek in Babberich. Maar hij droomt van een carrière als fotograaf. Daarom is hij begonnen met de fotovakschool. Het fotograferen gaat hem goed af, maar hij heeft moeite alle opdrachten goed te begrijpen. En dus zoekt hij een maatje die hem op weg kan helpen. En dat is dus een tweejarige opleiding. Ik heb de basisopleiding heb ik al gehad. Dus dat betekent dat je al van tevoren een soort van een beetje gekeken wordt van kan je het of kan je het niet. Hè. Dat is een beetje de basis, dat je echt de basis weet en dat je daarna wordt door mag stromen of niet. Dus we doen eigenlijk nog een echte vakopleiding. Zoals het was, zo wordt hij. Het is net precies wat voor een sfeer je creëert in een foto. En wat voor een aandachtspunt je wilt hebben. Nou, als we dat doen, krijg je toch een leuke opdracht. De opleiding is hartstikke leuk, maar ja, het is wel tijd. Ik heb er wel tijd voor nodig en dat is meestal af en toe ook wel lastig. Als je een opdracht krijgt, dan weet je gewoon dat je op dat moment doet. Doe ik het ook? Natuurlijk, ik doe het precies zoals die mensen zeggen. Nou ja, soms krijg ik gewoon meer ervaring nodig en ook iemand die ervaring heeft en die het ook echt ook kan vertellen van wat ik misschien nodig heb of wat handig is om te hebben als standaard fotograaf, die een beetje tips geeft en advies. Als ik toch eigenlijk een cijfer moet geven, een maximale. Natuurlijk wat te twijfelen nou, maar als ik echt zou moeten geven, zou ik eigenlijk voor deze gaan. Nou, die passie, en dat gaat juist om deze foto. De passie, en dat is uiteindelijk wat deze foto krachtig maakt. Ja, het gevoel, ja. Vooral om met je hart te spreken. Dat is meestal altijd het belangrijkste. En dat is wat ik af en toe wat mijn opleiding mis, want ik krijg heel veel goede commentaar. Maar je moet wel in jezelf houden dat je het wel uit je hart laat komen. Bent u diegene die Stijnmar wil begeleiden? Ga naar GelderlandHelpt.nl